Hoi allemaal en leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe vlog over profielkeuze. Mijn naam is Aaron van de Radboud Vlogredactie en vandaag neem ik jullie mee naar een aantal studenten die in een middelbare schooltijd een maatschappijprofiel hebben gekozen. Ze hebben me uitgenodigd om met hen in gesprek te gaan, dus ik ben benieuwd wat ze te vertellen hebben. Kom maar mee! Stel jezelf even voor. Hoi, ik ben Isis en ik studeer communicatie en politicologie. Hoi, ik ben Leonie, ik ben 21 jaar en ik studeer bedrijfskunde. Ik ben Pim, ik ben 20 jaar en ik studeer kunstgeschiedenis. Ik ben Iris, ik ben 20 jaar en ik studeer geneeskunde. En welke profielen heb je op de middelbare school gevolgd? Ik heb een E&M en een CNM profiel gehad. Ik heb voor economie en maatschappij gekozen. Ik heb het profiel CNM, cultuur en maatschappij, gehad. Ik heb het profiel economie en maatschappij gekozen. En waarom heb je voor dat profiel gekozen? Ik vond biologie en scheikunde niet leuk op de middelbare school. En ik vond economie wel leuk en ik was er ook goed in. En bedrijfseconomie leek mij een heel interessant vak om te volgen. Omdat de economische vakken me wel lagen en ik was er wel goed in. Ik vond het ook leuk om te doen en ik vond talen heel leuk om te leren. Omdat ik het leuk vond, want ik had een hekel aan natuurkunde en aan scheikunde. Ik stond een 3 voor wiskunde en ik vond geschiedenis heel leuk. Dus. Ik heb daarvoor gekozen omdat ik de vakken van het CNM profiel heel interessant vond, maar vooral ook heel leuk. En hoe is dat je bevallen? Dat is mij heel goed bevallen. Ik heb hele leuke dingen ontdekt. Ik heb gemerkt waar ik goed in ben en daar ben ik ook uiteindelijk mee verder gegaan. Ja, het profiel ging me heel erg goed af. Ik was erg goed in wiskunde A en ik was heel erg goed in bedrijfseconomie. Dus het ging me heel goed af. Ja, goed. Ik vond het jammer dat mijn vriendinnen een natuurprofiel deden, maar ik vond de vakken leuk en ik had leuke leraren. En het waren ook de vakken waar ik goed in was, dus ja. Okay. Maar je studeert geneeskunde. Gebruik je dan nog wat van de opgedane kennis uit dat E&M en CNM profiel in je huidige studie? Nee, niet echt. Ik heb na school communicatiewetenschap gestudeerd. Na een jaar ben ik ermee gestopt. Toen heb ik zelf mogelijk biologie, natuurkunde en scheikunde ingehaald via certificaten. En ja, net als geschiedenis heb je bij geneeskunde niet bepaald nodig. Dus. In mijn bachelor bedrijfskunde heb ik heel veel gehad aan wiskunde A. Ook wel aan economie, maar iets minder. Maar toen ik specialisatie ging kiezen en bedrijfseconomie koos, merkte ik heel erg dat ik heel veel aan het vak bedrijfseconomie had gehad. Bij kunstgeschiedenis heb ik veel gehad aan de dingen die ik heb geleerd bij geschiedenis. En wat ik heb geleerd over de geschiedenis natuurlijk en het lezen. Maar ook over brede cultuur zoals bij muziek of bij Latijn, over de Romeinse cultuur. Ja, ik denk dat de maatschappij heel erg belangrijk is bij politicologie. Dus zeker weten. Maar zou je dan op dit moment dezelfde keuze weer maken? Ik zou zeker dezelfde keuze maken. Ja, ik zou echt precies dezelfde vakken kiezen. Ik zou zeker dezelfde keuze hebben gemaakt. Want ik vond de vakken die ik op school heb gehad, vond ik leuk. En ik had denk ik niet de motivatie om echt hard te werken voor natuurkunde en wiskunde om die eindexamens te halen. En bij communicatiewetenschap heb ik wel gewoon een heel leuk en gezellig jaar gehad, ook al is het niet de studie die ik nu doe. Wat is je tip voor het maken van een profielkeuze? Mijn tip voor het maken van een profielkeuze zou zijn, kiezen wat je leuk vindt. Ik zou graag als tip willen geven dat je niet NNG en NNT moet kiezen om alle opties open te houden. Omdat je er via een omweg toch altijd nog kan komen mocht je die vakken toch nodig hebben. Dus kies gewoon iets wat je leuk vindt. Kijk ook naar waar je goed in bent en vraag bijvoorbeeld aan je ouders of aan kennissen wat zij bij jou vinden passen. Zo, inmiddels sta ik weer buiten. En vanavond heb ik een hele leuke, maar vooral ook een leerzame avond gehad bij deze studenten die een maatschappijprofiel hebben gekozen. Mocht je nou geïnteresseerd zijn in natuurprofielen, dan moet je even kijken naar de video die hier linksboven in beeld staat. In ieder geval hartstikke bedankt voor het kijken en heel erg veel succes bij jullie profielkeuze. Tot de volgende keer!